Welkom bij de proefsessie van de game Alles op Groen. Wat we proberen te doen in die game is te kijken naar de term zelfredzaamheid of zelfsturend gaat rond binnen samen doen. En wat betekent dat dan precies? Wat behelst dat? Wat zou je wel zelf kunnen? Wat zou je niet zelf kunnen als team? We spelen vandaag een serious game. We spelen een realistische werksituatie na die in jullie team voorkomt. Ook met de rollen die in jullie teams zijn van samen doen. En de bedoeling daarvan ligt op een aantal niveaus eigenlijk. Hè. Je kan er iets voor jezelf uithalen. Hoe reageer jij in een situatie waarin je als team tot een besluit moet komen? Welke rol neem je zelf van nature in? Welke rol nemen teamleden van nature in? Je krijgt iets meer inzicht in de rollen van een ander en ook de motivaties van een ander doordat je je in hun rol verdiept. Je speelt niet per se je eigen rol, je eigen functie. En we proberen er ook iets uit te halen op het groepsproces. Hè? Hoe gaat zo'n team nou met elkaar om? En welke processen spelen er daarin? Jongens, ik moet jullie helaas verlaten. Ik word verwacht in het stadhuis vanwege een calamiteit. En ik zou jullie willen vragen om een plan op te zetten. We zijn nu halverwege de game. Ik zie allemaal fantastische teamprocessen tot stand komen. Mensen zitten heel enthousiast in een rol. Het is te gek om te zien. Als je een game wil spelen, dan is de makkelijkste weg is een van de coaches te bellen. En te vertellen wat je wil uit die game en wanneer je hem wil spelen. Zou jij gewoon kunnen laten zien hoe jij het doet? Hoe jij de registratie, wanneer je het doet? Ja, maar dan wil ik wel dat we dat even met z'n allen meekijken. Als je de game wil spelen, heb je geen voorbereidingen nodig. Je kan er zo instappen met een intro voor de game zelf en de nabespreking. Met name de nabespreking gaat het over. Je bent 2,5-3 uur kwijt in totaal. We zijn net klaar met de game. Hele enthousiaste reacties van mensen, zowel inhoudelijk als op het proces en ook voor hunzelf. We hebben ze een evaluatieformulier meegegeven waarin ze ook vragen om iets mee te nemen naar hun team. En daar komen we over een maand nog weer eens op terug. En dan zijn we heel benieuwd hoe de reflectie dan is gevallen en of we daar ook daadwerkelijk iets mee hebben kunnen doen.